Kijk daar. Vanaf de kust kan je het net niet zien, maar daar komen straks windmolenparken te staan om groene stroom op te wekken. En daarom wordt er op deze locatie in Wijk aan Zee een nieuw transformatorstation gebouwd. Zo'n station zorgt ervoor dat alle opgewekte stroom zo wordt omgezet dat het bij jou uit het stopcontact komt. En hier heb ik afgesproken met Isabel, die me daar nog veel meer over kan vertellen. Hi, welkom. Hi Isabel, waar zijn we eigenlijk? We zijn in het informatiecentrum in Wijk aan Zee. En wat gebeurt hier allemaal? Hier informeren wij mensen over onze energieprojecten. En wat is jouw rol hierbij? Ik ben omgevingsmanager. Daar wil ik straks veel meer over weten. Dat is goed. Zullen we vast een rondje over het terrein doen? Ja, dat is goed. Loop maar even mee. Hé, maar Isabel, wat doet een omgevingsmanager nu precies? Nou, als omgevingsmanager onderhoud ik relaties met de omgeving. Dus aan de ene kant probeer ik de omgeving zo goed mogelijk mee te nemen in wat wij hier doen. Mm-hmm. En aan de andere kant ben ik ook een luisterend oor voor de mensen die hier wonen. Of maar ook ondernemers of burgers. Interessant. Zijn we er trouwens bijna? Yes, we moeten hier naar rechts. Mooi zo. Dan leg ik nog even wat uit. Het nog te bouwen elektriciteitsnet op zee zal bestaan uit de windmolenparken Hollandse Kust Noord, West Alpha en West Beta, die samen goed zullen zijn voor 2,1 gigawatt stroom. De opgewekte stroom afkomstig van de windmolenparken zal worden verzameld in een soort groot stopcontact op zee. Die leidt via elektriciteitskabels de energie weer naar het transformatorstation in Wijk aan Zee. Zeg Isabel, waarom wordt het transformatorstation eigenlijk hier gebouwd? Nou, we zijn hier dicht bij het strand van Wijk aan Zee en Heemskerk. Daar komen de kabels aan vanuit de windparken. Die worden vervolgens hierheen gebracht en hier wordt de elektriciteit omgezet naar een hogere spanning. En dan kan die zo weer door naar het hoogspanningsstation in Beverwijk. Maar als het gaat om zoveel stroom, moet het hier wel echt gigantisch zijn. Ja, dat klopt. Het is een behoorlijk terrein. Dit is ongeveer 23 voetbalvelden groot. Zo dan. En wie heeft er dan de leiding over zo'n groot project? Dat is Niels. Ik stel jullie voor. Kom maar mee. Eerst nog even een bouwhelm op. Ah, fijn, bedankt. Zeg eens eerlijk, hoe staat hij? Ja, wel goed. Oh, gelukkig maar. Goedemorgen. Morgen. Hoi. En, heb je hem al gevonden? Volgens mij wel. Ja, ik denk dat ik hem ook zie. Yes. Hey Niels. Hi Isabel. Kom maar naar boven. Hey Niels, we komen eraan hoor. Let wel even op het opstapje. Oh ja, bedankt. Hey Niels. Hi Isabel. Wil jij ze wat vertellen over wat er hier gebeurt? Jazeker wil ik dat. Kom maar mee, laat ik het even zien. Jo, succes. Thanks Isabel. Zeg Niels, wat is jouw rol bij dit project? Ja, ik ben bouwleider voor Tennet op dit project. Cool. En mijn rol is om zorg te dragen voor de veiligheid, gezondheid en milieu, de planning en de kwaliteit. Mm-hmm. We kijken nu naar de fase waarin de bouwkundige en civiele werkzaamheden worden uitgevoerd. Uh-huh. Onze aannemer BAM is sinds februari begonnen met het realiseren van dit project. Oh, ja. En je ziet hoe snel het gaat. Jullie zijn inderdaad al flink op weg, maar ik kan me voorstellen dat er veel materialen nodig zijn voor zo'n project. Ja, dat klopt. Er komen heel veel materialen hier naartoe. We hebben in overleg met Tata Steel hebben we een doorsteek gemaakt aan de zuidzijde van het terrein. En we proberen zoveel mogelijk materiaal hier via Tata Steel terrein naartoe te loodsen. Dat doen we om zo min mogelijk verkeersbewegingen over de Zeestraat te krijgen. Waardoor we zoveel mogelijk de bewoners van Wijk aan Zee en Beverwijk ontlasten. Gaaf hoor. En hoe voelt het om zo'n groot project te mogen leiden? Ja, ik heb natuurlijk de mooiste baan van Tennet. Kijk om je heen. Meer weten? Download de Tennet Bouw app in je App Store.